Hoe is het gevoel een dag later? Is de teleurstelling al een beetje weggespoeld? Nou, bij mij zit nog wel hoor. Ik bedoel, ja, heel vervelend namelijk. Dan krijg je daar een slechte nacht overheen. Omdat namelijk, je hebt het gevoel dat je echt de grip hebt gehad gedurende zeg maar, de hele wedstrijd. En, ja, af en toe zijn er dan wat golfbewegingen waarbij je ook HSV momenten heeft gehad, maar over het geheel genomen. En dan is het namelijk zuur en bitter dat je dan niet met een punt naar huis kunt komen. Je moet ze gewoon maken, de kansen. Ja, dat was sowieso al. En je mag namelijk ook op dit niveau. Kijk, dit kun je eigenlijk een adviesje noemen wat ook normaal Champions League niveau zou kunnen zijn. Nou, dan worden dit soort kleine vervelende dingen word je mee afgestraft en dan krijg je een strafschop. En aan de andere kant denk ik dat wij er ook één hadden moeten hebben. Dus de Zwitserse neutraliteit trekken we toch maar even in twijfel. Ik mag het volgende week donderdag afmaken, dat is heel makkelijk gezegd. Kijk, ik heb wel een goed gevoel, zeker richting volgende week donderdag, dat het niet makkelijk zal zijn, dat weten we allemaal. Ik denk dat we een volop kans hebben hoor. Hoe makkelijk is het om de knop nu om te zetten, zondagmiddag, Sparta thuis? Ja, voor mij persoonlijk niet hoor, want ik zeg altijd van 24 uur, in welke vorm dan ook. Dat blijft en we gaan nu rustig trainen, ons weer goed voorbereiden op de volgende wedstrijd, want dat is... Ja, die is altijd het belangrijkste en zeker onderweg naar het einde van het seizoen mag je thuis, mag je namelijk helemaal geen schade oplopen. Want dan kan het heel gevaarlijk zijn in dit seizoen. Hoe kijk je tegen Sparta aan? Wat vind je van die ploeg? Ja, kijk, Sparta is wel een ploeg dat zich heel goed kan instellen op de tegenstander. En dat hebben we ervaren in Rotterdam en dan zijn we de tweede helft gaan reageren en hebben we dat rechtgezet. Maar... ja, het is een zeer talentrijk vol elftal met spelers die denk ik wel een goede toekomst hebben in het betaald voetbal en misschien nog wel door kunnen groeien. Nou, en ja, die kunnen zich dan focussen. En dat is een hele lastige tegenstander voor ons en zeker in zo'n cyclus van deze week die gewoon belangrijk is. Heb je nog schade opgelopen in Hamburg? Nee, alleen dat Mazza had wat. Die had een tik gekregen op zijn ogen. En die had er vanmorgen nog wel wat last van. Maar ik denk niet dat wij echt de grote schades hebben voor aanstaande zondag.